Welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een tweedehands shop met mij plus shoplog aan het einde. Namelijk een tijdje geleden was ik met Luc echt even een tweedehands dagje hadden we. Hebben we eigenlijk bijna nooit. Ik vind dat super leuk om naar heel veel van die winkels te gaan. Mijn favorieten. Maar normaal, weet je wel, gaan we even een keertje naar eentje. Maar deze dag waren we er echt gelijk naar 4 of zo gegaan volgens mij. En ik heb daarvan ook wat gefilmd. Dus als eerst ga ik jullie meenemen. En voor de mensen die in Brabant wonen is het misschien leuk om te zien welke mijn favorieten hier zijn in de omgeving van Boxtel. En om even aan jullie te laten zien hoe ik tweedehands shop, waar ik op let, wat ik leuk vind. Ja, gewoon even lekker samen shoppen. En aan het einde daar zo van ga ik jullie laten zien alles wat ik op deze shoptrip heb gekocht. Plus nog twee dingetjes die ik ook ga laten zien die van een andere shoptrip wel komen, maar van dezelfde winkels zeg maar zijn. Met dat gezegd hebben, voordat we samen tweedehands gaan shoppen, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu eerst samen gaan shoppen. Nou hier, zo zijn we dan. We gaan onderweg als eerste naar Spullekes in Boxtel. Is een van mijn persoonlijke favorieten. Zijn ook best vaak gewoon geopend. Volgens mij alleen op maandag dicht uit mijn hoofd. Maar dit is echt een kringloop waar ik altijd met veel plezier naartoe ga. Gelijk altijd ga ik als eerste naar boven. Want boven hebben ze de boeken, de dvd's, de cd's, lp's, al die dingen liggen. En ze hebben best wel wat zoals je kan zien. En ik vind het altijd gewoon heerlijk om hier tussen te kijken. Om te kijken of ik nieuwe horrors vind voor mijn collectie. Wel natuurlijk altijd geef ik de tip als je iets leuks vindt wat je graag zou willen hebben. Check ook echt het cd'tje wat erin zit. Kijk of er geen krassen overheen zitten of iets dergelijks. Dan beneden hebben ze alle woonspulletjes en van alles en nog wat. Dit is wel, moet ik zeggen, altijd een beetje een zooitje. Maar dat vind ik juist zo leuk eraan. Het is echt een rommeltje waar je tussen kan snuffelen. En ik moet zeggen, Spullekes is wel echt eentje die super goed geprijsd is. Lekker voordelig. Dus als je dan iets moois ertussen vindt, dan is het ook heel erg betaalbaar. Dan gaan we door naar Vicentius en die zit echt op loopafstand van Spullekes. En hier ga ik eigenlijk niet zo vaak naartoe en dat komt omdat deze heel weinig geopend is. Die is maar 2 dagen in de week open en dan ook best wel een korte tijd. Maar als die open is, is het zeker het bekijken waard. Deze is iets netter dan Spullekes, maar ook nog eens nog goedkoper zou ik zeggen over het algemeen. Lekker budget ook om te snuffelen, dus als die open is kijk ik hier ook met veel plezier.
Deze staan dus ook een beetje hutje-mutje allemaal op elkaar. Persoonlijk, zoals ik al zei, vind ik dat best wel leuk om tussen te zoeken. Hierbij raad ik je aan, kijk dus ook echt voor, achter en laag. Want het zijn allemaal andere dingen die voor elkaar staan. Dan gaan we door naar het Goed in Boxtel. Het Goed is echt een groter bedrijf. Die heeft verschillende ketens hier in Nederland. Die in Boxtel, moet ik zeggen, is echt niet mijn favoriet. We gaan straks ook naar mijn favoriete Het Goed. Dat komt omdat deze in Boxtel best wel prijzig is op een of andere manier. Maar ik moet wel zeggen, het is echt, omdat het dus ook een groter bedrijf is, best wel netjes. Ze sorteren het voornamelijk qua woonspulletjes allemaal op kleur. Dus deze stand was voornamelijk rozig. Dus daar ga ik natuurlijk even kijken. Want ik hou van roze. Maar omdat het dus allemaal zo netjes neergezet wordt en wat meer gesorteerd is, is het wel makkelijker om dingen te vinden. Maar dus wel, als je iets stof vindt, is het wat duurder dan dat je het bij de vorige kringlopen had gevonden. En dan gaan we naar boven. Dat is altijd mijn favoriete, ook bij deze. Want daar hebben we alle meubels, dvd's, boeken. En ze hadden nog steeds mijn favoriete stoeltjes. Ik vind ze nog steeds prachtig. Ik heb er gewoon geen nut voor. En er moet best wel wat aan gedaan worden. Maar we lopen er nu naartoe. In elk geval, bij tweedehandswinkels hebben ze altijd heel veel mooie oude stoeltjes met heel veel details. En ik vind dat geweldig. En deze vier zijn vrij smal. €12,95 volgens mij per stuk. Maar ze zijn zo mooi. Ik vind dit geweldig. Als je dit zeg maar zou opschuren of bijvoorbeeld wit maken, andere stoffering eroverheen. Ja, ik vind het echt hele mooie stoeltjes. Ik vind de stof trouwens überhaupt al niet zo lelijk. Maar ja, ik heb er gewoon geen nut voor. Maar iedere keer als ik ze zie, dan denk ik, oh, ze zijn er nog. Dan ook natuurlijk moest ik heel eventjes kijken bij de dvd's om te zien of ze iets hebben wat nog op een lijstje staat van waar ik naar op zoek ben. En hier zo was het 10 voor €5, eentje voor €0,95. Is dus wederom weer iets prijziger, behalve als je er 10 vindt, maar dat doe ik eigenlijk nooit, heel eerlijk gezegd. Dat is best wel wat. Maar we gaan er gewoon weer lekker tussenneuzen. En toen werd ik helemaal blij, ik zag de ring 2, maar helaas. Daarom zeg ik, maak hem altijd open, want deze was dus gewoon gekopieerd, nep. Dus daarom altijd goed checken als je tweedehands gaat shoppen. En ook vind ik het altijd heel prettig hier bij de boeken te kijken, omdat ze echt op categorie gesorteerd staan en alsnog echt heel erg voordelig zijn. You sit down and allow
Dan gaan we door. En dit is een van mijn persoonlijke favorieten. De JVS Kringloop. En die is wel wat verder weg voor ons. Als nog niet heel erg ver weg hoor. Maar dit is wel een van degenen die ik ga laten zien dat wat verder weg is. Maar dit is ook een rommeltje. En die is super betaalbaar. Maar wel echt best wel groot. Dus het is een beetje in dezelfde sfeer als Vicentius. Die ik eerder liet zien. Alleen deze is een stuk groter. En hebben meer spulletjes. En het is gewoon echt ja heel erg betaalbaar. Dus super leuk. Als je hier iets tofs vindt, dan betaal je er echt maar meestal in cent voor, zeg maar. Dus deze vind ik echt een aanrader als die bij jou in de buurt zit. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made, it all seems real now that I'm not afraid. And we really got them, yeah we sure did ride it out, cause we have each other, that's what it's all about. En dan als laatste, mijn favoriete het goed bij ons in de buurt is Schijndel. Die op een of andere manier is dus ook net zo netjes als die andere in Bokstel. Maar deze heeft een veel betaalbare prijsklasse. Vaak in Bokstel heb ik zoiets van, oh, is dat zo duur als je naar de prijs kijkt? En dan heb ik minder in Schijndel. Ook moet ik zeggen dat ik hun woon nog veel netter gesorteerd vind. Dus je kan er heel snel en makkelijk doorheen kijken. Het is niet een winkel waardoor je heel veel tijd er spendeert. Omdat het dus al heel netjes neergezet. Kan je makkelijk zien wat ze hebben en is je shoptripje dus ook wat korter. What you're up to today? Remember when we stole your mother's car? We drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky. I remember thinking if I stop the time way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause I was being next to you. Way back when we didn't care what they said. People could stare, I didn't give a damn, cause all I needed was my friend. Way back. Dan ook deze slakjes vond ik heel erg leuk. Maar ik heb geen idee wat het is. Ze waren wel beschadigd. Maar kan een van jullie mij vertellen waar dit voor bedoeld is? Want er zit echt zo'n inham in alsof je er iets in moet zetten of zo. Ik heb geen idee, maar ik vond ze wel heel cute. Jammer dat ze beschadigd waren. En ook dit vond ik echt een prachtige. Die was, ja, je ziet het niet heel goed op camera. Maar die weerkaatste echt heel mooi. En glitterde echt de pan uit. Qua kristal raad ik je altijd aan. Ga naar een tweedehands winkel. Kan je veel voordeliger vinden. En daarnaast staan er echt hele mooie kwaliteit tussen. You had to, 'cause you know I throw your suitcase out the window. I don't need you here to feel good. No, I'm not angry. I got better things to do.
En aan het einde van deze winkel heb je nog de DVD's. Ook altijd leuk om weer te kijken, wederom. Dit is altijd een van die dingen waar ik persoonlijk voor naar de kringloop ga. Om DVD's te zoeken waar ik nog naar op zoek ben. Ik spaar ze namelijk, dus vandaar even lekker er weer tussen kijken. En door hoe ze het display hebben staan, is het ook altijd heel makkelijk tussen te kijken. Nou, dat was dan alles wat ik had gefilmd. Niet mega veel. Ik wilde mijn best doen, maar ik was ook gewoon even lekker aan het genieten. Zoals ik al zei, ik ga niet vaak naar zoveel winkels op een dag. Dus ik vond het echt heel erg leuk. Maar ik ga jullie nu laten zien alles wat ik heb geshopt. Het is DVD's voornamelijk. Ik heb ook wat boeken gekocht. Ik heb iets van woonspulletjes gekocht. En dat wil ik allemaal aan jullie laten zien. Laten we beginnen met de DVD's stapel. Als eerste namelijk heb ik Stepfather gekocht. Echt super fout met Daddy's Home op de voorkant. Ik had hiervan de trailer even snel gekeken. Dat is het voordeel altijd van je mobiele telefoon. Maar het gaf mij qua zeg maar de voorkant en dat er staat Daddy's Home op de cover en ja, de cheesy pose op de achterkant, gaf het me echt, weet je wel, begin 2000 cheesy horrorfilms waar ik mega fan van ben. Ik geniet daar ontzettend van. Ik heb de trailer gekeken. Nu moet ik wel zeggen, Amber Heard zit hierin. Ik weet dat zij niet zo geliefd is tegenwoordig, maar het ziet er dus echt uit als een film die slecht geacteerd is en gewoon lekker cheesy op de achtergrond aan. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik ga het ondervinden. Voor 95 cent dacht ik, ja, leuk om wat nieuws te kijken. En zoals ik al zei, ik hou heel erg van, zeg maar, cheesy, slecht geacteerde films. Eén keer in de zoveel tijd. Begin 2000 heeft nostalgie van mij. Omdat dat de periode is dat ik, zeg maar, Into Horror en The Ring en al die films. Was de periode dat ik voor het eerst Into Horror werd. En die vibes krijg ik ervan. Dus we gaan het gewoon proberen. Als ik het niks vind, kan je het altijd weer teruggeven aan ze. Dan heb ik The Mist gekocht. En deze ziet er echt gewoon uit alsof die persoon er met liefde mee is omgegaan, waar ik heel erg van hou. Deze had ik van Vicentius, als ik het goed zeg. Ik zeg die winkel altijd verkeerd. Hun zijn echt het meest budget geprijsd. Dus ik heb hier sowieso iets van 50 cent of zo voor betaald. Heel weinig in elk geval. DVD trouwens ook altijd goed checken. Dat heb ik ook laten zien als het goed is in de shop met mijn beelden. Maar deze persoon is er zo goed mee omgegaan. En dat maakt mij altijd blij, want ik ga zelf altijd ook echt heel erg goed om met mijn DVD's en Blu-rays in mijn collectie. Trouwens even een tipje. Als je net als ik houdt van tweedehands DVD's scoren, is Lipip, heet het volgens mij. Ik zal het nu in beeld brengen. Het is een app die gebruik ik superveel. Want daarin kan jij al je DVD's en Blu-rays scannen, je collectie. Nu moet ik wel zeggen, sommige werken niet, omdat die eigenlijk de app bedoeld is voor Amerika. Maar ik zou zeggen, de helft van mijn collectie pakt die ongeveer met scan. Als die niet pakt door de barcode te scannen op de achterkant, kan je ook handmatig de titel erin brengen. Ik heb dat gedaan met al mijn DVD's en het is een super erge tip. Vooral als je lekker, net als ik, je collectie in DVD's en Blu-rays aan het uitbrengen bent. Op een gegeven moment is het gewoon lastig om te onthouden welke films je allemaal hebt. Dus ik heb dat nu allemaal daarin zitten. En dan kan ik gewoon intypen in de winkel de titel van de film. En kan ik zien of ik hem al heb, ja of nee. En The Mist was er nog eentje die op mijn lijstje stond die ik nog graag wilde. Dus die heb ik nu lekker budget. En bijna helemaal nieuw eigenlijk van de kringloop. Dan heb ik The Ring 2 gescoord. En je denkt waarschijnlijk van, Noël, we hadden toch gezien dat hij er niet in zat. Dat klopt. Maar deze heb ik uiteindelijk gescoord bij een andere tweedehandswinkel. Maar ik had expres niet gefilmd voor jullie. Maar deze heeft wel gewoon de originele. Ik heb The Ring al, maar ik had de tweede nog niet. En ik was telkens aan het wachten totdat ik hem tweedehands zou vinden. Want dat scheelt gewoon heel veel geld. En The Ring films zijn wel oud genoeg dat ze regelmatig, zeg maar, door de kringloop heen komen. En ik heb hem nu eindelijk voor een klein prijsje. Dus ik ben super blij. Kan die bij de andere gaan staan. Dan een film die ik echt super leuk vond. Op Netflix had ik deze volgens mij gekeken. Dit is namelijk Chocolate. Met meneer Johnny Depp. Hier is Johnny Depp trouwens nog wel echt heel jong. Het is een oudere film, maar ik had me hier gewoon zo erg mee vermaakt. Was totaal niet wat ik ervan had verwacht, want volgens mij had Netflix hem onder thriller gezet. Ik zou het zelf persoonlijk geen thriller noemen, maar het is wel echt een leuke film te kijken. Ik zou hem eerder een drama noemen. Dus dit is een aanrader als het nog op Netflix staat, maar toen ik hem zag liggen tweedehands heb ik hem meegenomen. En als laatste, deze wilde ik nog heel graag op DVD. Ook meneer Johnny Depp. Secret Window. Gewoon echt een hele toffe film. En deze heb ik van het goed en was 95 cent. Dus dat was het laatste qua de DVD's. Hele goede finds. Aardig wat gevonden van mijn lijstje voor dus een heel klein prijsje. Want uiteindelijk heb je dus best wel wat films voor maar nog minder dan de prijs dat je eentje nieuw zou kopen. Dus in dat opzicht altijd waard om te kijken als je ergens naar op zoek bent in een tweedehands winkel. Dan van de Woon. En ik zag dit vaccinelichthoudertje. En die vond ik gewoon echt heel erg mooi. En wat ik heel erg tof vond,
Deze vond ik dus heel mooi met al die belletjes erin en allemaal verschillende grootte. Goud aan de onderkant en hij heeft ook een goud randje aan de bovenkant. En deze verkocht ze voor 75 cent. Daarvoor vond ik hem gewoon echt te leuk en heb ik hem meegenomen. Maar wat ik dus zo grappig vond, wat jullie natuurlijk weten als je me volgt hier op dit account. We zijn nu de laatste tijd best wel naar wat woonboulevards geweest, omdat we binnenkort verhuizen. En ik zag gewoon bijna precies hetzelfde, zeg maar qua vibe, helemaal terugkomen in meerdere woonwinkels. En dat zoiets werd verkocht voor 10 euro. Het leek er echt bizar veel op. Wat heel toevallig was. Maar ik vond hem ook gewoon echt heel erg vet. Dus voor 75 cent heb ik deze meegenomen. Ik vind hem echt heel mooi. En als laatste kocht ik nog 3 boekjes. Als eerste heb ik The Woman in Black. En er staat onder De Vrouw in het Zwart. Dit is wel in het Nederlands vertaald van Susan Hill. En zoals je kan zien aan de voorkant, deze werd normaal gesproken voor 9,95 verkocht. En ik heb hem gekocht voor 1,75 euro. Conditie van deze ziet er echt super goed uit. Alsof iemand hem gewoon 1 keertje heeft gelezen. Wat heel chill is. En ik ben gewoon fan van de film. Die heb ik ook op DVD en die vind ik heel erg leuk. Dus het leek me leuk om het boek te lezen waar het op geïnspireerd is. Ik heb geen idee of ik het wat ga vinden qua boek. En kijken wat er zeg maar verschilt qua de film lijkt me ook wel leuk. En de andere twee waren echt uitprobeersels. Als eerst zag ik deze. Ik vond de voorkant gewoon gelijk intrigerend. Een goede foto pak je gelijk, vind ik. Dit is Ruth Randall. Nog nooit van gehoord. Het Stille Huis. Aan de achterkant krijgen we een hele schattige madame. Hij kostte 2 euro heb ik ervoor betaald. Hier heb ik geen originele prijs van. Het verhaal klonk gewoon chill. Ik hou van horror, thrillers, lezen. Wat ik persoonlijk altijd doe is eerst naar de voorkant kijken, de achterkant kijken en de eerste pagina lezen. Dat is mij ooit verteld door een basisschooljuffrouw en ik doe het nog steeds. Dus dankjewel mevrouw, ik doe het nog steeds. Maar als je de eerste pagina leest, dan kan je een beetje voelen of je de stijl van schrijven fijn vindt van de schrijver. En van haar vond ik het heel prettig de eerste pagina lezen. Dus ja, ik ga het gewoon lezen. Ik ga het zien. Ik heb er nog dus geen idee van of ik het wat ga vinden, ja of nee. En de laatste die ik meenam, en dit was echt zo eentje dat ik de voorkant echt vreselijk vindt. Het is heel slecht, maar dan heb je automatisch de neiging eigenlijk om de achterkant niet te lezen. Maar dit is Chelsea Kane, als ik het goed zeg. Hartzeer. Deze is normaal 4,95. Dus dat is nog heel budget. En nu 2,75 euro. Ik vond gewoon de achterkant klinken als een leuk verhaal. Het las makkelijk, wederom. En het is ook niet zo'n dik boek. Dus het voldeed gewoon aan al mijn criteria. Ook al vind ik de voorkant lelijk. Misschien is het wel een heel leuk boek. Dus die heb ik als laatste meegenomen qua de boeken. Nou, dat was dan alles wat ik dit keer heb gescoord bij de tweedehands winkels. En ik hoop vooral heel erg dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik vind deze heel erg leuk om te maken. Maar ik vraag me altijd af of jullie het leuk vinden. Vaak worden deze video's niet mega goed bekeken namelijk. Dus laat me vooral weten in de reacties of je dit leuk vindt om te kijken. Of je vaker tweedehands content wil zien, ja of nee. Want ik shop ook best wel wat tweedehands. En ik vind dat ook heel leuk om te doen. Het geeft een soort van, ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar als je iets tweedehands vindt, dan geeft dat zoveel meer voldoening. Dan dat je iets nieuw koopt. Omdat je dan echt hebt moeten zoeken erna. En dat het dan echt een vondst is voor zo'n klein prijsje, zeg maar. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het moeilijk uit te leggen. Maar in elk geval, ik vind het super leuk. Doe het regelmatig. En ik zou het ook heel leuk vinden om daar meer content rondom te maken als jullie dat leuk vinden. Dus laat me vooral weten in de reacties of je dit leuk vond om te kijken. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel, heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!